mazzelaar, we hebben een vogel en we hebben nog een inlandse vogelkers. Dat is de lijst van mensen. Ja, met de bloempjes en dat. Ja. Ja. Oh, dat is. Dit is voor allebei van lijst. Ja, 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 ja. Alleen maar lijst. Ja, ja, ja. Alleen maar lijst, 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 lijst. Jongens, dan komt het hier voor de kaart. Doet het jeugd IVN? Nou, het jeugd IVN is vooral bezig om kinderen te laten beleven in de natuur. Spelend bezig zijn, dingen ontdekken, dingen doen. Ja, dat is toch echt wat we zoeken voor de jeugd. En de kinderen vinden het hartstikke leuk. Ze doen van alles. Creatieve dingen, speurtochten, vogelspotten, waterdiertjes scheppen. Het kan allemaal bij het jeugd IVN. Dus kom gauw een keertje kijken. Oké, dankjewel. Wat zijn jullie aan het doen? We zijn aan het uitbouwen, aan het luisteren. Hebben jullie al veel gevonden? Ja. Ja? Ja. Oké. Okay. Okay. Wat zei jij? Alles wat hier ligt hebben we. Wat zit er allemaal in? Botjes, heel veel botjes. En ook heel veel vogelkuiken. Ja, ja, ik zie het. Wat doet jullie werkgroep? Vogelwerkgroep. We hebben zelfs twee vogelwerkgroepen. Tegenwoordig veel animo voor. En ook van heel aan cursus. We beginnen maandag weer met de vogelcursus voor beginners. Weer vol. Dus we gaan volop weer nieuwe vogelaars laten stomen. Enthousiast maken vooral. Ja, ja. Oké. Okay. Okay. Dankjewel. Alsjeblieft. Wat doet de natuurkoffer? Zeg je? Wat doet de natuurkoffer? De natuurkoffer, wij verzamelen spullen uit de herfst en de lente. Ja. En dan gaan we twee keer per jaar dus naar de verzorgingshuizen. Dan brengen we eigenlijk de natuur bij de mensen. Omdat hun dus eigenlijk niet meer de natuur in kunnen, ja, gaan wij met de natuur naar hun. Okay. Dus in het voorjaar nemen we allemaal bloesemen, ja. En in de herfst zetten we dus kastanjes en noem maar op. Hè? Okay. En als ze de dingen zien, dan weten ze het ook allemaal. Wat zijn jullie aan het doen? Wij delen bomen uit voor de mensen in de tuin te zetten. En dan komen er veel vogels en insecten in. Dan krijg je een klein vogelbosje, zoals dat heet. Inlandse vogels. En dat is heel goed voor de biodiversiteit. En het zijn allemaal inlandse bomen die, ja, uit het Brabant komen. En die worden dan in de tuin gezet. Oké, en is dat in het kader van wat? In het kader van wat? Van meer bomen in de natuur. En bomen zorgen dan weer voor meer. Die nemen CO2 op, ja, zuurstof. Ze maken de lucht schoon. Ze maken de lucht koel. Ja. Straten bijvoorbeeld. Dus dat is heel goed voor lucht, voor dieren, voor insecten, voor bodemleven. Voor alles eigenlijk. En is dit... In Brabant worden 100.000 bomen geplant dit jaar. En dit zijn er 250, dus het begin is gemaakt. En is het echt een IVN-project of is het een samenwerking van iets? Dit is een samenwerking met de gemeente, met het Brabants Landschap en IVN. Okay. En de gemeente heeft de bomen opgehaald voor ons, ja, en bezorgd, dus ingekuild zoals dat heet, en wij delen ze dan uit. Okay. Op 4 maart planten we ook 1600 bomen in Gelderop, op twee locaties. En welke locaties zijn dat? Niet zo goed. En zijn, hebben jullie daar mensen voor nodig? Ja, daar hebben we mensen voor nodig. Heel veel? Ja, want het zijn 1600 bomen en dat zijn grote bomen, kleine bomen. De gemeente helpt ook mee. Die locaties die zijn te vinden op onze website van IVN Gelderland. Okay. Eentje langs de Dommel en eentje bij de school. Ik weet niet precies waar. Oké, dankjewel.
Doet de paddenstoelenwerkgroep? De paddenstoelenwerkgroep organiseert eenvoudige cursussen en excursies. Twee excursies zitten meestal aan de cursus verbonden, maar we organiseren ook excursies voor publiekswandelingen bijvoorbeeld, die speciaal gericht voor paddenstoelen en die worden echt met regelmaat heel goed en druk bezocht. En die paddenstoel-excursies die jullie onderling doen, mag iedereen daar aan meedoen of is er alleen maar uitgesloten? Nee, twee excursies zijn speciaal bij de cursussen die gegeven worden. Ja. En de publiekswandeling is natuurlijk toegankelijk voor iedereen. En voor iedereen, maar moet je dan ook echt goed al kennis hebben van die paddenstoelen? Nee, hoeft helemaal niet. Het is de bedoeling dat de paddenstoelenwerkgroep die kennis de mensen bijbrengt. Oké, dankjewel. De werkgroep van het Voedselbos, wat doet die? We hebben hier een voedselbos in oprichting. Dat betekent dat we nog volop bezig zijn en dat het nog geen volop productie is. Maar wij hebben vanuit het IVM doen we daaraan mee, omdat we educatie willen. We willen de kinderen en de volwassenen laten zien hoe alles groeit en wat er wel en niet eetbaar is. Zodat ze meer begrip en meer verbinding krijgen met de natuur. Oké, en is het bos dan toegankelijk voor iedereen die hier komt wandelen? Iedereen mag hier van genieten. En we hopen ook dat er later ook iets te proeven valt. Dus ze mag best hier en daar van proeven als er volop productie is. Dat hopen we in de toekomst te bereiken. Oké, dankjewel. Graag gedaan. Ja. Wat doet de werkgroep duurzaamheid? Duurzaamheid is natuurlijk voor om alles aan te kaarten wat er niet goed gaat in de natuur. Om het verbeteren van de biodiversiteit. Om te zorgen dat alles wat ook in de natuur gegooid wordt, aan plastic, aan van alles, om dat op te ruimen. Om mensen bewust te maken, wij zijn onderdeel van de natuur en wij willen daar gewoon onze leefomgeving schoon en leefbaar houden. Dus wat hier op de grond ligt, dat hoort dan eigenlijk niet? Nee, dat is dus een voorbeeld van hoe het niet moet. Oké. En dat is het werk van ook van onze zwerfafvalwerkgroep. Die ruimen dat op. Oké, dankjewel. Wat doet de cursuswerkgroep? Nou, de cursuswerkgroep organiseert cursussen. Bijvoorbeeld beleefde dobbel of paddenstoelen of vogels, andere dingen. En we maken ook een combinatie van avonden theorie, waar je echt wat met je hoofd leert. En wandelingen in de natuur, waar je uitleg krijgt en voorbeelden krijgt. En dat is altijd alle twee. Altijd leuk voor mensen. Okay. En als je zelf ideeën hebt, laat het weten. Oké, dankjewel. Dankjewel. Onze werkgroep scholen ontvangt alle scholen van Gelderop. De groepen 1 tot 4 komen hier naartoe. We hebben bijvoorbeeld kabouteropdrachten voor de kleuters en voor de 3 en 4 andere opdrachten. Voor groep 5 zijn we bezig. En de groepen 7 en 8, die mogen een GPS-job doen op de middelbare.